Het is zondag, eerste paasdag en u kijkt naar de AVRO op Nederland 2. Goedemiddag. U kunt zo dadelijk gaan kijken naar een live registratie van de opera La Bohème van de Italiaanse componist Giacomo Puccini. Het is een uitvoering die werd gegeven vorig jaar november in San Francisco. De wereldpremière van deze opera vond lang geleden plaats. Dat was op 1 februari 1896 in het Teatro Regio in Turijn. En de dirigent was toen de beroemde Arturo Toscanini. De opera had bij het publiek groot succes. De pers was minder enthousiast. Maar dat veranderde snel, want in juni van dat jaar vond in Palermo de doorbraak plaats. Er bestaan twee opera's die de naam La Bohème dragen. En daar zit een aardig verhaal aan vast. De opera-componist en librettist Ruggero Leoncavallo was zelf met La Bohème bezig toen hij merkte dat ook Puccini zich voor het onderwerp interesseerde. En hij bood hem zijn eigen libretto aan. Puccini echter ging met een ander boek aan de compositie werken zonder dat te zeggen. En uiteindelijk verkoos hij dat boek boven het werk van Leoncavallo. Leoncavallo's Bohème ging een jaar later in première, om precies te zijn op 6 mei 1897 in Venetië. Beide opera's hadden aanvankelijk evenveel succes, alleen het Parijse publiek gaf toch de voorkeur aan de versie van Leoncavallo. En toch verdween zijn opera uiteindelijk van het repertoire en zo bleef Puccini's La Bohème over als een van de populairste opera's. En naar die opera gaan we de komende 2 uur kijken.